Ik had alles in het leven, werkte 24 jaar. Had mijn eigen bouwbedrijf en stond voor iedereen altijd klaar. Maar toen kwam er een leugen op tv en in de krant. En dan in 9 uren is je toekomst afgebrand. En dan stort je in elkander en je weet niet wat je moet. Maar je advocaat vertelt je, blijf maar rustig, het komt goed. Maar hij houdt niet van werken en gaat niets voor je doen. Het enige dat hij wil, dat is je laatste boel. Dat kan de media niet schelen, het is de kijkcijfer die telt. En ik vind nog het ergste, de bedrieger wordt een held. Maar dat kan ze echt niet schelen, nee daar zitten ze niet mee. En jij de harde werker, ja, die telt niet meer mee. En dan stort je in elkander en je weet niet wat je moet. Maar je advocaat vertelt je, blijf maar rustig, het komt goed. Maar hij houdt niet van werken en gaat niets voor je doen. Het enige dat hij wil, dat is je laatste boel. Maar ze moeten toch begrijpen, al zien ze dat niet in. Ze raken niet alleen jou, maar je hele gezin. Maar mijn vrouw en mijn kinderen, die bleven achter mij staan. Omdat zij ook wel weten, dat ik niets fout heb gedaan. En dan stort je in elkander en je weet niet wat je moet. Maar je advocaat vertelt je, blijf maar rustig, het komt goed. Maar hij houdt niet van werken en gaat niets voor je doen. Het enige dat hij wil, dat is je laatste boel. Het enige dat hij wil, dat is je laatste boel.